bekende weg waar het om gaat, zeg maar, wat ons de nekslag gegeven heeft. Door de afsluiting vooral van het doorgaande verkeer, zeg maar, wat bijna acht maanden, bijna een jaar geduurd heeft. Ja, dat heeft voor ons geen klanten gegeven, geen omzet en tot gevolg dat we gezegd hebben, we stoppen ermee. Was het zo erg met die wegafsluiting? Ja, maar we hebben hier echt de hele zomerperiode gewoon op het eiland gezeten. En dan hebben we geen aanloop, CQ, geen omzet, geen inkomsten. En dat heeft voor ons gewoon gezegd, tot hier en niet verder. Ja, we hebben eigenlijk vanaf februari af eigenlijk continu omleidingen gehad. En de bereikbaarheid is natuurlijk erg moeilijk. En zo'n dorp, net als Erp, wat een doorgaande weg heeft waar heel veel verkeer doorheen komt, dat hebben we gewoon moeten missen. Ja, de periodes dat je bijna niet bereikbaar was, die waren veel groter dan beloofd. Dat zou 4-6 weken maximaal zijn dat we slecht bereikbaar waren. Ze hadden het al open liggen toen er nog, dit een half jaar langer lag het allemaal open, de nutsbedrijven al aan het graven en aan het spitten waren. Omdat het een deel is van ons erp en we weer een aderlating moeten doen voor de gemeenschap. Terwijl Erp altijd een meubeldorp is geweest en op dit moment verdwijnt het een naar het ander en dat is jammer. Ik vind het heel erg. Ik vind het erg jammer dat die weg moet gaan en vooral op deze manier. We hebben allemaal erg veel last gehad van de omleidingen deze zomer. De een iets meer dan de ander, maar het is gewoon heel jammer dat die op deze manier moet sluiten.